Hi, ik ben Aniek van Wonderen en ik ben onder andere YouTuber. En vorig jaar heb ik een reis gemaakt via Makassar Safaris. En in deze video ga ik jou mijn persoonlijke ervaringen delen. Ik kan er eigenlijk heel kort over zijn. Het was geweldig. Het is de meest bijzondere reis die ik ooit heb gemaakt en ik had het eerlijk gezegd niet verwacht. Misschien sta jij nu ook op het punt om een safari te maken, of denk je erover, of twijfel je erover, of misschien droom je wel van een safari. Nou, in deze video ga ik dus alles vertellen hoe ik het heb ervaren. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik had het niet zo bijzonder van tevoren verwacht. Tuurlijk wist ik wel dat het gaaf was en bijzonder om die dieren te zien in hun eigen leefomgeving. Maar zo bijzonder, nee, dat had ik niet verwacht. En misschien herken je dat gevoel wel. Ik had het gevoel van ja, weet je, ik heb toch al vaker een mooie natuurfilm gezien. Ik ben toch al vaker naar een dierentuin geweest. Dus ja, moet ik daar nou wel echt een week voor uittrekken om zo'n safari te doen? Nou, ik kan alleen maar zeggen volmondig ja. Want ja, ik ontpopte mijzelf echt als een ware safariganger tijdens deze reis. En ja, het was gewoon super bijzonder. Ik ging met mijn verrekijker stond ik op en ging ik mee naar bed. En ja, het was eigenlijk het eerste wat ik 's morgens deed, die verrekijker pakken. We gingen gelijk, stapten we de auto in en ja, het was mega bijzonder. Op reis ging samen met mijn vriend Robert, heb ik samen met Selma van Makassar Safaris hebben we de hele reis op maat gemaakt. Dus het programma, de duur van de reis en de activiteiten. En wat ik heel erg fijn vond, was dat het een privéreis is. Samen met je guide stap je de jeep in en ja, zijn er niet hele grote groepen waar je mee reist. Ik was echt samen met mijn vriend en daar ga ik jullie nu een paar stukjes van laten zien. De dag van de reis werden we op het vliegveld opgehaald en werden we naar Moshi gebracht, het eerste hotel, en daar verbleven we één dag. Daarna startte onze echte safari en eigenlijk vanaf het moment dat je het vliegveld de jeep instapt, een hele ruime jeep, wat heel erg fijn is natuurlijk voor de hele reis, vanaf dat moment hoef je eigenlijk nergens meer over na te denken. Je guide die weet precies waar je naartoe gaat, hoe lang je daar naartoe gaat, dus je hoeft niks in de gaten te houden. Ik vond het heel erg fijn als drukke ondernemer, gewoon dat ik het helemaal kon laten gaan en ja, onze reis lag echt in zijn handen. En ik moet zeggen, de drivers, want we hebben er meerdere ontmoet, maar onze driver, Humphrey, echt een aanrader, die maakte onze reis echt heel erg leuk. Niet alleen door zijn vrolijkheid, maar ook door zijn passie voor de dieren. En ook echt de passie om je iets bij te brengen en om iets te leren. En om je echt ja, een onvergetelijke reis te geven. Nou, dit is onze auto. Nou ja, hier gaan we de tour in doen. Humphrey, say hi. Hallo. Nadat Selma en haar man Gomi, de eigenaresse en de eigenaar van Makassar Safaris, ons hadden ontmoet en ons heel veel succes hadden gewenst voor onze reis, reden we naar Tarangire National Park. Een heel bijzonder mooi park en eigenlijk dacht ik van ja, nu heb ik het eigenlijk allemaal wel gezien. Nou, dat bleek niet helemaal waar te zijn, maar wel echt een heel gaaf park. Je ziet gelijk olifanten, zebra's, nou, heel veel soorten dieren. En echt, ja, het is echt een park wat je ja, in gedachten hebt, denk ik, als je op safari gaat. Uiteindelijk sliepen we 's avonds in een hele mooie tent. Nou, eigenlijk is het een soort van huisje slash tent in Maramboy. En Maramboy is echt echt een aanrader om je eerste nacht door te brengen. Het is een heel mooi kamp en lekker eten, alles is goed verzorgd. Er is ook een zwembad aanwezig. Ik ga je nu even wat beelden laten zien van ja, hoe wij wakker werden op die eerste dag. Welkom in Afrika. We hebben in deze tent geslapen. Kijk hoe gaaf. Het is echt niet normaal cool. Na
na Tarangire National Park dacht ik dus echt, nou, nu heb ik het allemaal wel gezien. Al die dieren, hartstikke gaaf. We reden door naar Lake Manyara National Park. En tijdens die reis kom je er echt achter dat je weer in een totaal andere omgeving komt. We reden echt langs hele vochtige gebieden. Hè, dus het was veel groener, minder droog. Heel veel mensen die daar woonden langs de weg waar je naartoe ging. En het was zelfs zo nat bij ons dat we over een rivier moesten. Nou, mijn vriend Robert vond dat geweldig. En daar ga ik jullie ook nu even een stukje van laten zien. Oké, nou, het dak is open. Robert die staat al. We gaan het doen. Oké, daar gaan we, jongens. Vind je het leuk? Challenge. Na de hele dag te hebben rondgereden in Lake Manyara National Park, reden we door naar de volgende accommodatie en dat was Rotia Valley. En in Rotia Valley slaap je weer in een tent, op palen, heel erg gaaf, onder Nederlandse dekbedden, want het kon soms best een beetje fris worden. En voor de Nederlanders onder jullie, je herkent het gelijk aan de gezellige sfeer. Je ziet bij het diner 's avonds gezellige sfeerverlichting, er zijn heel veel details gedacht. En als je 's avonds terugkomt van het diner, ligt er een lekkere warme kruik in je bed, zodat je het niet koud krijgt. Ik ga jullie nu even een tour geven en laten zien hoe het daar was toen we aankwamen bij het diner. En ik laat jullie zien hoe onze tent eruit zag. Ook dit vind ik echt een aanrader. En niet alleen om de sfeer, maar ook weer om eigenlijk het gehele accommodatie. We zijn bij de volgende lodge aangekomen met een mega mooi uitzicht. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Het is weer echt te geweldig hier. Dit is, eigenlijk is onze tent ook zoals dit. Ik ga jullie even een toertje geven. Hier is de ingang. Hier kun je trouwens zitten met een mega mooi uitzicht, zoals eerder gezegd. Maar dan ga je naar binnen. Hier hebben we het bed. Een klein stoeltje hier. Onze koffers. Een kast. En dan hier hebben we de badkamer. Zo. Ga nu eten. Deze lodge wordt dus gerund door Nederlanders. En het is echt een hele gezellige sfeer. Echt het gezellige Nederlandse. De volgende dag reden we door naar de Ngorongoro krater. En dit was ook weer adembenemend. Echt ongelooflijk. Nadat ik dacht in de twee andere parken dat ik het wel allemaal gezien had. Dit was weer echt een mega verrassing. De krater bekijk je eerst van bovenaf. Nou, dat is echt adembenemend. Ik kreeg eerlijk gezegd tranen van in mijn ogen. En omdat het zo overweldigend is, we spotten toen al, eigenlijk onze guide Humphrey, die spotte gelijk al neushoorns. Dus we zijn ook daarna gaan kijken in het park of we die konden spotten. En dat is gelukt. Ook daar zal ik zo meteen een stukje van laten zien. Dan zie je ook gelijk de gezellige sfeer die in de auto was. Humphrey is echt een super vrolijke, gezellige guide die veel zingt. Nou, wij zongen gezellig mee. Uiteindelijk toen hij aan het zingen was, ik was hem gewoon aan het filmen omdat hij aan het zingen was, in één keer spotte hij de neushoorn. En dat was de laatste van de Big Five die we nog moesten spotten. Dus dat was echt een heel leuk moment. Ik krijg ook weer echt helemaal een big smile van als ik eraan terugdenk. Uiteindelijk sliepen we in Sopa Lodge.
de volgende accommodatie. En dit is eigenlijk meer heeft het weg van een echt hotel, ook omdat het daar echt wat kouder is. Het regende ook bij ons toen we 's morgens weer weggingen de volgende dag. Maar het uitzicht van Sopalotje is echt adembenemend, ook weer over de krater heen. Dus nou, kijk maar even mee. We zijn bij de Ngorongoro krater aangekomen en ik ga jullie nu laten zien. Ik krijg gewoon helemaal tranen van in mijn ogen als je dit ziet. Het is zo bizar mooi. Ongelooflijk. Ik weet niet of het ook zo overkomt bij jullie, maar het is echt zo imposant en zo groot. Zo, hier gaan we vandaag onze safari doen. De song you sang yesterday, what was it called like? Santa Sani. Oh, Jumbo. Jumbo Buana. Habari Kani. Nzuri Sana. Wageni. Mwaka. Two Rhino. Man, two? Two Rhino. I'm telling you, two Rhino, seriously. Come on, buddy. Can you see that? Yeah. Oh, give yeah, me five, buddy. Told you. Catch you, man. Five. I got you, buddy. Zo, we zijn aangekomen bij de volgende lodge, Sopa Lodge. En nou ja, we zijn vandaag dus in de krater geweest. Echt super gaaf. En dan krijg je als tractatie, nou, ik kijk er nu naar, nog een uitzicht over de krater. Die ga ik jullie nu laten zien. Kom ik weer met mijn uitzicht, denk je misschien, maar super mooi. De volgende ochtend reden we weer bij Sopa Lodge weg en reden we door naar het volgende park. Maar eerst zijn we langs een Maasai-stam gegaan. En dat vind ik ook echt een aanrader. Ik ben dol op dieren en vond die dieren echt fantastisch. Maar ik ben zelf ook heel erg geïnteresseerd in mensen. En ja, hoe leven zij daar nou en hoe werkt dat nou? Nou, je krijgt een hele tour door een dorp heen waar een Maasai-stam echt woont. En ja, je krijgt een heel gaaf kijkje ja, in hun leven, hoe dat werkt en hoe dat gaat. Ze vertellen ook heel veel. Daar laat ik jullie even een stukje van zien. En daarna reden we door naar het volgende park. En toen kwamen we de migratie tegen. En dat zijn echt miljoenen dieren, gnoes, die van de ene plek naar de andere plek trekken. En dat was ook heel bijzonder om te zien, omdat er echt geen einde aan komt. En op een gegeven moment denk je, nou, nu zal het wel stoppen, maar het blijft maar doorgaan en het blijft maar doorgaan. Ook daar even een stukje van. Wow. It is very home. Yes. Oh, it's so warm in here. You have to have a seat. Can I sit here? Uiteindelijk reden we door naar het volgende park, Serengeti Park. En dat is eigenlijk een beetje het park wat je, ja, je herinnert misschien van de film, de Disney film The Lion King. Ook die nummers die in The Lion King die je hoort, die hoorde ik ook de hele dag door in mijn hoofd. Niet alleen omdat je het herkent, maar ook door onze guide Humphrey. Die de hele dag liedjes zong, ook die je natuurlijk hoort in die film, hè, zoals Hakuna Matata. Wat iedereen daar gewoon eigenlijk de hele dag zegt. Daardoor moet je er heel erg aan denken. We sliepen daar in Katikati Kamp en dat was wel echt heel erg gaaf. Want je hebt al meerdere nachten geslapen in een tent. Maar dit was echt in de soort van jungle. Je slaapt echt tussen de bomen, tussen de dieren. Je hoort de dieren ook 's nachts. Wij hoorden echt dieren naast onze tent. Je hoorde ze echt ademen tegen onze tent aan. Het is niet gevaarlijk, maar wel super spannend en ook weer echt heel erg bijzonder. We hebben er meerdere nachten geslapen en ook in dit park kun je echt meerdere dagen rondrijden. Wat wij ook hebben gedaan, en dat vond ik ook een aanrader, was de luchtballonvaart. Je moet heel vroeg je bed uit, maar het is ook dit weer, ik blijf het zeggen, adembenemend. Heel bijzonder om te zien, om het van bovenaf te zien. Sowieso is het gaaf om een luchtballonvaart te maken. Maar ja, weet je, in die omgeving, met al die dieren die je wakker ziet worden 's morgens vroeg. Ja, ook weer heel erg gaaf. Dus kijk even mee.
eerlijk zeggen, toen de week voorbij was en toen de safari voorbij was, was ik ook wel echt toe aan een weekje strand. Nou, gelukkig hadden wij er een week aan vastgeplakt. We zijn naar Zanzibar vertrokken, dus eerst je start in Tanzania, dan rij je naar boven. En uiteindelijk met een klein vliegtuigje zijn we doorgevlogen naar Zanzibar. Ook een hele leuke ervaring met zo'n klein vliegtuigje te vliegen, dat laat ik jullie zo meteen zien. En uiteindelijk kwamen we daar aan en ja, dat was gewoon wit strand, blauwe zee en ja, eigenlijk is alles daar geregeld. We zaten in een all-inclusive accommodatie, heel fijn en ja, ook daar hoefden we weer niet na te denken. Het was gewoon opstaan en in het begin sta je best vroeg op omdat je gewoon vroeg wakker wordt, omdat je dat gewend bent vanuit de safari. Maar het is opstaan, ontbijten, bij het zwembad of bij het strand liggen. Je kan natuurlijk verschillende activiteiten doen. En wat ik echt een aanrader vond was De Rock. En De Rock is een restaurant in de zee. En waarschijnlijk herken je die wel als je het zo meteen ziet. En dit is heel erg leuk om naartoe te gaan. En voor de mannen, als je van plan bent om door je knieën te gaan een keer voor je vrouw of voor je vriendin en wil je haar jouw vrouw maken, dan is dit misschien wel de plek. Heel romantisch. Ja, wij zaten daar te eten. We zijn eerst trouwens erheen gereden met een taxi. Daarna zijn we met een bootje van het strand naar het restaurant gevaren. Naar De Rock. En omdat de eb en vloed ja, een heel groot verschil is, loop je 's avonds weer terug. Dus ja, wij gingen met een bootje heen, hebben daar gegeten. Eerst genoten van het zonnetje en van een lekker drankje. En daarna hebben we heerlijk gedineerd met maanlicht en over dat water kijkend. Heel gaaf. En daarna zijn we dus weer teruggelopen naar het strand en stond daar onze taxi weer te wachten. Kijk even mee. Ik hoop dat ik je een beetje een kijkje heb kunnen geven in onze reis. En ik hoop dat je het leuk vond en dat je ervan hebt genoten. Mocht je nog twijfelen, ik kan alleen maar zeggen, het is de meest bijzondere reis die ik ooit zelf heb gemaakt. Echt met alle facetten. Zeker ook met de combinatie van Tanzania en Zanzibar. Met echt een actieve vakantie en een relaxed vakantie. Je bent er echt helemaal uit. En nogmaals, ja, de meest bijzondere reis die ik ooit heb gemaakt. Mocht je nou nog twijfelen, je kan alles aan Selma vragen. Wat ik heel fijn vond, is dat ze heel goed hun talen spreken. Maar dus ook Nederlands, want Selma is Nederlands. Dus dat is heel erg fijn. Daar heb je een heel persoonlijk contact. En doordat ze ook wonen in Tanzania, Selma en haar man Gomi, hebben ze zoveel ervaring. En weten ze hoe het daar is, hoe het daar gaat, hoe het daar aan toe gaat. En hebben ze de beste drivers, de beste accommodaties, die ze ook allemaal zelf uittesten. Dus heb je vragen, dan kun je altijd bij hun terecht. Ik heb dat als heel prettig ervaren. Nogmaals, ik hoop dat je deze video leuk vond en dat ik al je vragen heb kunnen beantwoorden. Mocht je nog een vraag hebben, laat die dan even hieronder weten in een reactie. Ik zal af en toe kijken en dan zal ik jullie vragen beantwoorden als echte de ervaringsdeskundige. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Bye bye!